Een puntje, tevreden? Ja, tevreden in de zin van in blessuretijd 1-1 maken, daar ben je altijd tevreden. Maar volgens mij had er wel meer ingezeten vandaag. Dus over de hele wedstrijd gelijkspel ben ik niet tevreden. Nog meer ingezeten, waarom komt dat er dan niet uit? Nou ja, het heeft meer met de tegenstander te maken. Het is gewoon een stugge ploeg. Geeft weinig weg. Hè. Die heeft volgens mij de meeste calls gemaakt in de competitie, maar ook de meeste calls tegen. Dus dat kun je ook wel zien vandaag. Ze spelen gewoon in een blok, laat je komen en er staat stabiel achterin. Dus dat heeft ook met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Je laat Van Ooyen niet beginnen. Je brengt hem wel. Dan kan je twee dingen doen. Ik hoorde supporters horen ik mopperen van waarvoor begint hij er nou niet mee? Je weet hoe het werkt. Aan de andere kant, ik kan het ook zo zien. Gouden wissel. Ja, precies. Nou ja, wat supporters al schreeuwen van mij. De supporters zijn niet al de hele week erbij en weten niet hoe ver Donny is. Dus we vonden het nog niet gepast. En ook naar de spelers toe die het gewoon goed doen om Donny te brengen. Hè, want Donny is nog niet fit. Hè, dus daar hebben we niet voor gekozen. En wie weet volgende week of die week erop. Weet niet, als hij fitter wordt, dan is het... Want ik vind niet dat je iemand een half uur kan spelen dat je hem daarna moet wisselen. Dat kan ik niet op dit niveau. Je moet fit zijn. En Donny is nog niet volledig wedstrijdfit. Dus daar hebben we ook voor de anderen gekozen. Tot slot, je gaat weg bij Rijnsburgse Boys. Van Leeuwen komt. Waar gaat Mulders heen? Is nog niet bekend. Ik hoop één deze dagen, weken bekend te maken. Maar er speelt wel wat, maar ja, we zien het wel. Welke twee clubs spelen er? Ja, volgens mij heb je dat al voor de wedstrijd al gevraagd en na de wedstrijd. Ten eerste laat ik dat niet over uit. Maar het zijn twee verschillende soorten clubs. Dus, Twee verschillende soorten clubs? Ja. We horen het wel. Hè? Ja, we horen het zeker. Dus je gaat het horen. En ja, we gaan nu in ieder geval genieten van de complimenten voor de jongens. Hè, hoe ze in ieder geval geknokt hebben om naar een goed resultaat. Hè. En dat resultaat is dan 1-1. Ze hebben geknokt om hier goed weg te gaan. Want het is altijd lastig hier om te spelen. Hè, want volgens mij heeft Rijnsburg hier nog nooit gewonnen. En dus ja, goed, jammer. Maar puntje. We gaan Amsterdam, hè? Stappen? Ja, we hebben ons uitje. We gaan in Amsterdam een boot varen door de Jordaan. En dan wordt gezellig. Het is anders dan als je verloren had. En dan had het nog wel goed gekomen. Want waar we staan nu en waar we vandaan komen. Nou ja, goed. Prima resultaat. Nee, je moet terug naar je spelers. Want er zijn een aantal die willen ook weten waar je volgend jaar aan het werk gaat. Ja, ik zal het nu wel vertellen.